De aanvaring die ik had met de bezetter, dat was dat ik naar de arbeidsdienst was. Het was de eerste lichting die naar de arbeidsdienst was. En die was naar Ommen, dat was een kamp. Dan worden die jongens die worden dan opgeleid voor soldaten met het geweer, met het geweer. En die moesten dus dan leren loopgraven maken en ze gaat, het wordt de arbeidsdienst en die worden dan als onderdeel van de Duitse legergebruik. Dus ik heb er een tegen gezegd, ik heb die kaart teruggeschikt met erop, ik kom niet. Ben ik bij de burgemeester moeten komen en zei, ja, ze zei, wat heb je gedaan? Ze zei, je hebt die kaart op zich teruggeschikt, ik kom niet. Ze zei, ja. Zeg ik, het gewoon nog niet, hè? Ja, maar de jong loester en zie, dat was heel vaderlijk, heel aardig tegen me en zo. Zeg ik, nee, ik gewoon niet. Ja, zit er met ons, weet je wat dan gebeurt? Dus ik, dat weet ik niet, maar ik gewoon niet, hè? Ik ben samen met Jan Kleine in de bergen, Jan. En 14 dagen daarna is Frans Heine gekomen. He? Toen, een paar maanden later, toen is nog een Jan Ronde gekomen. En een paar weken daarna weer Harry Vleugels. En die twee laatste die zijn maar een paar maanden gebleven. Toen zijn die dood gegaan. Als ze met drie man altijd bijeen zit. En met alles afhankelijk van een, tot het keertje toe. Want het wordt dus bijvoorbeeld vernoemd bij een soort, dat een kaartig nummer, maar je hebt een hut soort. En ene ging gewoon naar het toilet, dan pakte hij het keertje en de schupje. En dan ging die, dan gaat hij even in de duister zitten. Hè. Het gebeurde ook eens dat we onder een oneenigheid houden. En dat het zo wacht opliep. Het ene geeft die woordsnappen, een keertje liep weg. Het is onvoorstelbaar wie ze zich was ze beneden was verdragen. Als ze dus altijd zo bijeen in de duisternis en de stilte, maar het houdt ook geen enorm gepaard. Want we hebben het dus verzorgd al vele maanden in de berg, toen we voor de eerste keer de boete komen dat er luchtalarm wordt. En die vliegtuigen, dat hadden we nooit geweerd in de berg, hoorden niks zijn. Het was zo stil, hè? Want het hoort echt letterlijk verschepen met de drieën dan. Het hoort alle drie. Ademhalen. Hè. Dat was eigen hart, hoor ze. Dat is, maar ja, er komt ook een enorme rust over zich. En het liep natuurlijk wel alsof we er altijd veilig zouden, maar dat was niet het geval. De Duitsers hebben er verschillende keren willen komen zoeken, maar ze dochten in de bergen, vooraan in de berg. Het is nog een frappant geval geweest. Op een gegeven moment was er een luchtgevecht en er was vliegtuig neergeschoten en toen is de piloot die is vlak bij de berg terechtgekomen. En boven op de heuvel, er waren plantages, fruitplantages. En die waren van een tjunk, moet heel naar ogen een schwanbroer, een zekere staal, dat waren een Rijksduitser. En deze zoon, speelde de ogen uit, van de Hitlerjugend. En de dag. Dat is de eerste dag geweest dat we ons afgesproken hadden. Het was zo prachtig weer en vergoor op de hei gelopen. Vannacht. En dan bleef er de ganse dag in de hei, op de hei liggen. En dan de nacht nog komen we terug. Dat was de eerste keer. En toen was dat luchtgevecht. En toen zijn we afgekomen naar de berg in. Maar die op de hei zaten, op de plantage, die wordt ook bang. En die zijn ik de berg aangekomen lopen om gewoon te schuilen in de berg. En een van de jongens, die was van de Hitlerjugend, die zorgde de liste van ons de berg in gewoon. Die is naar het kantoor gegaan, waar de man zou ons het eten bezorgen. Ja. En daar zag hij tegen de, ik weet waar de piloot zit, moest de veldgendarme nog bellen. Maar de politie komen dan meteen aan. En ja, en dan zag hij, Hitler, ik weet waar de piloot zit. En daar. En toen is de man is naar ons toegekomen en zei, jongens, maak het gewerkt, kom van het veldgendarme, in die zeuken, dat doet, die moet een piloot hebben. Dus die Duitsers dachten dat de piloot die grot waarin gelopen, met die woord. Ja, met die woord. Ja. En toen zei hij, ik zei, ja, wat willen we naartoe? We hebben beklompen, en vooral ondergoed, we hebben geen uitwijs, we hebben niks. Ze hebben dus zo, ja. Ja, wat dan?
je moet hier blijven. Ze hebben gezegd, we graven er zin. We hebben toen vuur de ingang van ons hut. Hebben we een grote bergensteen gelegd met een totem. Daar bovenop maar bergenblok gestapeld en een ganse hoop. Toen naar binnen gegaan. En toen we binnen waren, hebben we die steen de onderhoed getrokken. Ja. En te veel, de ganse berg, mergen veel op de ingang. Toen waren we echt... Ja, dus of er een instorting waren geweest. Ja, ja. Dus, had je gecamoufleerd? Dat hadden we tussen de helper gezag. Hè. En die hebben dan in de gaten gehouden. En een paar dagen later, ja, toen hadden we bepaalde klopsignalen afgesproken. Die deden zo doen als ze dood worden. En op een gegeven een paar dagen komen ze. Dus hoorden we die klopsignalen. Ja. En toen zijn ze beginnen te ons uit te graven. We verkoesten het voor graven. Aan de boetekant moesten ze het meeste, dat we leugens gekregen, maar moesten boete de steen, maar binnen van de hut zo vol hè, met de puin allemaal. Ja. En heb je er al die dagen dan in die hut zo geslopen? Ja, en dat was ja, een afgrijzelijke toestand. Ja. En we waren toen ook nog met vieven. En het eten? En niks te eten? We houden nog een half stuk, een half rokenbootje en een half liter water. Vieven. Dat we de ogen probleem, we houden natuurlijk geen water. Ja. En elke dag gingen we naar de uitgang van de berg, naar onder, naar de familie Jansen. En daar gingen we allemaal water pompen en dan weer de berg op. En in de zomer ging dat nog heel goed, met de winter wordt dat een kriem. Er wordt dat bevroren, loog sneeuw. En dan soms er drie, vier, vijf keer toe. De berg op en dan halverwege hing ze met een nummer. Ja, en we houden dus gewoon om de beurt water holen. En de rest dan lachen, hè. Ze door naar boven komen halverwege, allee, die hoeven weer, hè. En dan wordt dan nog zo met dat water, even dat ze, dat wordt spiegel en spiegelglad, hè. En je weet wie dat toch is. Ja, ja. Dus dat wijs kan op, hè. Dat is echt schavelen, hè. Ja, en... Maar ja, dat wordt dus elke dag hetzelfde ritme. Maar toen hadden we tussen een paar dagen kost me niet geen water holen. Het is verzorgd met zoveel water. En dan worden natuurlijk ook het probleem met toiletten. We kosten in de boeten. Hè. En met vies man, dan kan je wel voorstellen wat dat een toestand wordt. Toch, hè. Hopeloos, hè? Ja, twee waren nog echt. Ja. Ik zal maar zeggen, die waren gewoon dizziend weer. Ja. Hè. Ja, en ik heb al verteld dat ik dus... Het was bij mij een stuk avontuur om aan te beginnen. En ik heb vanaf mijn tien jaar heb ik foto's gemaakt. En toen ben ik gewoon leren ze ontwikkelen. En toen ik 13 jaar was, ontwikkelde ik mijn eigen films en foto's afdrukken en dat kost ik allemaal. En toen gaan we zoveel foto's gemaakt en dat die dus als naar de berg komen, dan gaan we ook foto's maken. Intussen heb ik een platencamera gekregen. En toen met de platencamera, daar heb ik dus het volgende met gedaan. Toen moest de platen inzetten in een tjuf. Maar die kostte meer zin kopen, die kreeg ik bij Daniels in de kleine staat. Dan heb ik tegen een brief geschreven en gezegd dat ik ondergedoken word. Of voor mij niet het platen kost bezorgen. Dan heb ik een dwars platen, 12 stuks, dat toeschikken. En ja, vanaf dat moment... Daar hadden we een van mijn vrienden dan, die dikste op mijn kamer was geweest, die had ook eens gezien hoe ik dat deed. Nou, die ging dan naar mijn kamer, holde het fototoestel, deed een plaat in de schuif. En dan kwam hij met het toestel naar de berg toe. En daar maakte ik dan een foto, dat moest meestal al gebeuren, dan moest dat fototoestel meedragen. Vanwege de vocht? En ja, dat wordt natuurlijk ook een ander ding, de kost neemt ze anders knippen. We waren met drie en we waren alle drie op de foto. Dus ik had ook een systeem gevonden om die foto's te maken. Ik zat dat fototoestel vast en ik deegde een tuik aan de trekker. Ik leidde over de grond, onder een tak door of onder een pastein door. Ik ging van gereed zitten en dan trok ik er aan. Ja, en dan kwam die foto. Die ontwikkelde ik ook door. En de boete wordt ze gedragen in de zon. Ja, en zo doen, daar heb ik 14 foto's gemaakt. En ook binnen. Ik heb één foto binnen gemaakt. Ja, die is echt, als het zuus, de ding zit in versteende figuren. Dan hebben we met twee keertjes, hebben we goed gerekend, we moeten 4 minuten stil zitten.
om die voeten te kunnen maken. En hebben we ook hebben afgesproken, nou, de wekker, of we dan een stukje van de zaak gezet, de opletten, 4 minuten stil. Dat is lang. 4 minuten. Met de voeten wel, wel prachtig geluk. Ja. Ja, die steden ook in de buik. Ja. Ja, je hebt de verschillende buikuren geschreven. En alle foto's zijn ook gepubliceerd wat je destijds gemaakt hebt. Hè. Mm. En je hebt me ook verteld, je maakte keerstelkens van berkenhout. En hem tot de geregelde mes worden, heb je ook wat heel bijzonders gemaakt. Ja. Ja, kijk, het was wel. We houden niks van grijs op ons gezet. Het enige wat we houden, het wordt een bikkel en een mes. En we gingen toch van alles doen. En onder andere, we hebben er ontzettend veel getekend. We hebben 3 galerieën getekend. Een sportgalerij, een operagalerij, een galerij van beroemde figuren. Ja, er steekt bijvoorbeeld de Negus en Hitler en al die figuren, die hebben we door levensgoed getekend met houtskool. Dat was een van onze bezigheden. Maar er waren ook andere dingen. Alles wat we wilden maken of doen, het ging zo primitief. Maar voor bepaalde dingen moesten we groen hebben. Toen houden we voor de kapel ook, dan wordt dus dat lof en dan wordt de zegen gegeven en dan moesten we toch een bel voor hebben. Nou ja, we houden dus petroleumlampen en daar brak wel eens een glaas van. Maar alles bewaarden we, hè? Dus ook de vuurtjes van zo'n lamp, van zijn glaas, bewaarden we. En door 2 hebben die glijstjes door het teuken ingehangen met een knupje aan en dat wordt een prachtige bel. Hè? Ja, ik heb hier, dat is het. Het is nu meer dan 60 jaar oud. En het is dus door de zee gegeven, dan wordt het met geweld. Hè. Het functioneert nog fantastisch. Ja, en de onderkant, hè, de kunt ze zien dat het van Schwab, van de Schwabs was. Ja, of toen dat niet houden ze kistjes, hè, was de Schwab in bezorgde. En dat hadden we weer hoog gekregen. En door hier ondersteunt dus prima Rinse appelstroop. Hè, in hoort 5 kilogram. En dat deed ik verpand, dus we hebben dat heel veel gebruikt, hè? Bij elke mis, of bij elke lof gebruikten we dat. Prachtig. En we hebben ook zo'n werkvaart gemaakt, dus met de bekken erin en dan wordt gebeurd ook. En wat dan ook is gebeurd, we hebben dus elke maand ongeveer door dat lof gehad. Maar toen met midden van jaardag, 3 november 1944, toen is er een kaploon geweest, uit Venlo, Noos. Daar wordt ook ondergedoken en die is toen bij de kaploon Gielen geweest. En toen heeft hij voorgesteld om een mes te doen. Toen heeft hij voor de eerste keer een mes komen doen in de berg. Ja, dat is aangrijpend geweest. Dus, op uw verjaardag? Op mijn verjaardag, ja. En ja, verder worden. Het is echt formidabel geweest. Dus, en dit, kijk. Dat is, ja, je kunt je eigenlijk amper nog voorstellen, zo primitief als wie weer leefde door. Hè. Er wordt echt wel eigenlijk niks. Hè. Zou maar zeggen, want we hebben al gehad dat er slecht weer was, dat ze niet op tijd komen met het eten, dat we toch verschillende dagen zouden onder een droog te verdelen of ze het of een paar dagen in de duister zouden, of ze geen keer zouden of ze het allemaal die dingen. En maar, één ding voor belangrijk, we hadden geen angst. We vielen ons door zo'n 70 op een gekend. Terwijl de verschillende keren is het toch gevaarlijk geweest, doordat ze dus de berg wilden onderzoeken enzovoort. En dat is op een gegeven moment ook nog eens geweest, dat houden ze bij de staatsmijnen tekeningen opgevolgd van al die grotten. En ze wisten niet of ze van ons grot ook een tekening hadden. En elke keer dacht ik, wat doet de berg jongens, want die politie konden dat opzoeken. Thank you.
het natuurlijk toch eigenaardig. Hè? Ook degene die ons geholpen hebben, die komen daar, ja. En verzachten we er niks meer. Want in het begin vertelden we nogal en zo. Maar dan loopt het niet. Punt 1 halve was onder niks meer te vertellen. We verkoesten zijn avond het kort. En als er een bezoek komt, ja. Die komen van boete, hè. Die optimisten. Ja, die houden veel meer energie. Ja, en veer, ja. En vandaag, ja jongens, brood, maar je weet toch niet wie veer hier eigenlijk zitten, hè. En dat merken ze toch wel. Op een gegeven moment dat ik het plannen zag, er moet eens iets met jullie gebeuren. Hè. En toen komen ze met het vuurcel om het kerstmis naar huis te gaan. En dat hebben ze dan gedaan. En ze hebben het kerstmis, een paar dagen voor kerstmis hebben ze ons komen dan holen. Ieder in een andere weg op de klompen. We hadden het een schoen metgebracht. En toen de meers in de huffer bij de kaploon. Hebben we dan de eerste nacht doorgebracht. En de koesten alle drie in het bad. We hebben alle drie in oor en gelegen. Dat zou wel een opluchting zijn geweest. Luxe, hè. Want voor wie is wel in de berg. Maar dat was natuurlijk super primitief. En degene die zich goed wil werken, moest zich een eigen nummer water holen. En zing dat, hè. Dat wordt dus allemaal... Dat is toen geweldig geweest en vooral het dus die stilte die gewend worden. Hè. Nou, die we zijn dus een week toen uit de berg geweest. We zijn nou in de kerstnacht zijn we toes geweest en daarna zijn we een week in een klooster geweest. Maar vandaag viel vooral in shop. Hè. Ja, je doet dat ritme. En s'nachts bovenop. En hoe de bed te veel verhoed. Enfin, allemaal dingen. En we koersen geen gesprekken meer volgen. Hè. Het wordt allemaal zo druk. Hè. Elk geluid enzovoort. We worden zo'n stilte gewend. We werden niet meer in de dorp toe. Zal ik ja. Maar ook omdat ze constant op die hoede was natuurlijk. Immer maar luisteren. Ja. Dus door die spanning en alles. Maar verhoort dus wel veel. Want voor tussen maanden... Neem ik weer een deurkraag. Dat is een bomveel. Dat is weer onvoorstelbaar. Wie ze dan huurt. En er wordt een geluk vuur voor de kerstnacht. Er worden echt dus toes. En we houden dus. We schrijven elke. Om de zoveel tijd een brief naar huis. Nou, we hebben afgesproken. We moeten het toch uitschrijven. En dan gaan we. Schrijven wat we doen. Dat vanuit de kapel zijn geweest, dat ze gebeid hebben, dat ze de communie hebben gebracht, dat ze de kapel fijn versierd hebben. En we vertelden eigenlijk echt dingen die er werkelijk gebeurd waren. Alleen, we noemden nooit de naam Berg. En uiteindelijk komt dan de conclusie, wat we dan ook gewild houden, dat ze meenden dat van een klooster zouden. Dus alle drie, de hoeshouders meenden op den duur tot de breven dat van een klooster zouden. En we waren met kerstmis toes. En we zaten s'nachts zaten we dan onder. En er zit een maat binnenstemig. Ik geloof niet dat ze in een klooster zit. Ik weet het niet. Je hebt die nog nooit weer gevloeken. En nu een tijd van een oor heb ze al drie keer gevloeken. Het heb je dat leren ligt in het water sneed. Zijn we toch thuis? Ja, 45 jaar geleden woonden we hier. Het wordt hier afgestoten omdat het te gevaarlijk is voor kinderen en mensen die hier de weg niet zouden weten en omdat er zoveel instortingsgevaar nu is. Het was vroeger dus wel veel minder. We voelden ons zo veilig hier eigenlijk, want we wisten zelf hoe ingewikkeld het gangenstelsel was. En ja, instorten, we hadden van onze jeugd af, hadden we in deze bergen rondgezworven. En dat was voor ons een vertrouwd beeld. Hè? Dus het punt van instorten speelde bij ons eigenlijk helemaal niet. We voelden ons gewoon safe hier. We moesten wel, of we wilden of niet. Dus we hebben elkaar dan ook, we hebben veel plezier gehad samen. Maar er zijn ook al hele, hele stille dagen geweest, dat we niet met elkaar praten. Hier gaan we dan naar de hel.
Hier staan dus een aantal figuren. Die zijn al heel oud. Hier staat ook zijn monster eigenlijk. Dat zijn figuren die zijn uit de vorige oorlog eigenlijk hier neergezet. Ik weet zelf niet precies wie of het zal zijn. En dan heeft de naam Helder ook iets mee te maken dat je hier dus naar beneden moet. En dus letterlijk in de hel uitkomt. Je wordt door een duivel begroet hier. Ja, het is niet zo eenvoudig te zeggen wat je voelt als je hier weer terug bent. We hebben hier zoveel tijd gesleten en samen zoveel doorgemaakt. Dat het je wel iets doet. Ja, dit was de kapel. Ze is nu heel erg beschadigd, maar vroeger was alles mooi gaaf in onze dagen. En hier kregen we één keer in de maand ongeveer de Heilige Communie gebracht. En hier is ook wel een keer de Heilige Mis gelezen. Adoro te devote, latens deita, quis opis figuris per latita. Tibi sercar meum tatum subici. En de data's dat dat gebeurde, die schreven we dan in deze getekende, in dit getekend raam. En daar staan dan de data's in dat de ons Heer hier werd gebracht. Dus die, later heeft men daar 43, 44 bij gezet, maar toen dat tijd stond dat er niet bij, omdat we dus niet de argwaan wilden wekken. Als het iemand zou lezen, dat hij wist dat het van recente datum was. Dat geloof heeft beslist een grote rol gespeeld. Ook latere onderduiken. Dat is echt een belangrijke zaak geweest. Want eigenlijk, de eenzaamheid wordt zo groot, dat je moet een houvast hebben. Ja, we hadden natuurlijk graag een van die tekeningen van ons laten zien, maar we kunnen daar niet meer bij, want sinds de laatste maanden is net die hoek weer ingestort. Dinsdag 17 augustus 1943. Nu zal het hier toch nog eens een keer onveilig worden. Zojuist toen we buiten waren, het was ongeveer 4 uur, kwamen er een paar honderd Engelse of Amerikaanse toestellen over. Ze waren juist over toen Jeff, een van onze helpers, met een vreselijke vaart en een bleek gezicht kwam aanrennen. Hij had het petroleumlampje onder zijn jas verborgen en met een hees verschrikte stem sprak hij: "Jongens, ertussenuit, doe burgerkleding aan en vernietig alles en weg uit de berg." Je hebt ook veel geschreven in de tijd, in die grot. Ja, Loes, dat was wel veel horen. Het is in de jeugdbeweging geweest, in de Jonge Wacht. En die groep, op een gegeven moment, is de jeugdbeweging verboden geworden door de Duitsers. Hè? Mocht geen jeugdbeweging hebben. Maar dat was eigenlijk voort. Want toen gingen al de meesten van die groepen, die gingen in het geheim, onder de naam van katholieke actie, gingen die weer. En ze waren ook als een groep, ze waren dan met 7 man was in een groep. Die moesten, waren allemaal van mijn leeftijd. Dus voor en na moesten die naar Duitsland. Maar ik hou dus altijd van begin, al vanaf het jaar 37, waar ik in de houden voor die groep. En ik moest verslagen schrijven van elke bijeenkomst. En toen, toen heb ik dat boek blijven bijhouden. In gedachten was ik dus toch nog bij die groep. En de ene van die helpers van ons, dat was de leider van die groep, die vertelde me dus wie het gegaan was en daar maakte ik er toch een verslag van. En zodoende heb ik dat allemaal in de berg toch bijgehouden. Hè? En ieder keer verhoor geschreven met foto van de jong die weg moest of weet ik wat. En ook toen op een gegeven moment alles dan gedaan was, toen heb ik gewoon afscheidswoord geschreven van mezelf van het boek. Dat was eigenlijk het opdoeken van die jeugdgroep, zal ik maar zeggen. Ja. Nou, op een gegeven moment is er gaat gebeurd dat je dus uit de grot zit, moet weggaan met de vrung. Vier zijn dus doorgebleven. Ongeveer bijna een jaar, een paar weken nou. Maar toen op een gegeven moment hebben ze een plan.
Toen waren enorme razzia's in Limburg, allemaal die geestelijke hebben ze opgepakt, is er veel verhooien toen dat hiet. En toen hebben ze de kloon, de gele oog opgepakt. En toen komen ze, ja, maar ze houden van de man geen bewijzen dat er het gedaan had. En dus, het principe wordt dus, als ze u vingen hier, hebben ze bewijs tegen de mens. Dus laat God nu de berg. Om hem te sparen. Ja. En dat is dan ook op stel en sprong gebeurd. We zijn dus uit de berg gegaan. Jan Kleine is nu even naar zich toe gegaan. Ik ook. Ik ben alleen toch wekenlang toe gebleven. Maar die anderen die zijn al vrij snel naar Valkenberg gegaan. Naar de familie Hoen. Of de gezusters Hoen. Die woonden op de hoek van de Lindelaan. Kent dat? Die houden dan een souvenirswinkel of iets dergelijks. Ze zijn hier een paar dagen geweest en ze zijn naar de hand naar Walem, naar de boer gegaan, op Walem. En daar zijn die dus gebleven. Ik ben er nog wekenlang thuis geweest. Met de dikke plan hebben ze dus uiteindelijk het ondergrondse de vrie gekocht. Daar worden de Pruisen toch gevoelig voor, hè. Dus die hebben is een hoop geld bijeengebracht door enkele notabelen uit Meersen en hebben ze dikke plan vrie gekocht. Maar ja, weer worden intussen dan Oetenberg. Toen zit de ondergrondse digmos toes weg. Zoveel, de kinderen weten dat allemaal niet. Ik zat op de zolder. Als ze die vingen, de wet zoveel, dan dat is onverantwoord. En toen heb ik gezegd, en toen zag ik, moest ze ook naar de boer. Die anderen zitten ook bij de boer. Ik heb gezegd, ik wil niet naar de boer. Ik wil alles doen, maar niet naar de boer. En toen heeft de meneer Hoen uit Valkenberg, daar wordt bij de gemeente, die heeft gezegd, kom maar naar mij toe. Nu heb ik zo'n camperje gekregen en de bedoeling wordt dus van dat te blijven. Ik heb daar nooit allerlei dingen gemaakt, kistjes en weet ik wat allemaal. En met een man zag hij, ja, het is verrooien. Hij moest weg. En toen heeft hij mij naar Schinnepuur gebracht. Daar wordt pensioen Moenen op de weg naar Walen wordt dat. En nu, toen ik dus daar kwam, bleek dus dat die anderen daar ook 6 weken geweest waren. En dat houdt natuurlijk een dubbel functie, er zaten er tussen pensioengasten in, dus we moesten ons gedragen, dat ik het zo maar zeggen. Hè. Dus ik ben er ook toen 6 weken geweest, en toen kwam weer eens van de ondergrond, ze dachten, en nu moesten we naar de boer, zei nee, ik ga naar de boer. Dan moesten we een plan maar trekken, en dan trekken we ons hand van de graaf. Ik zeg, ik ben alleen ondergedoken, ik ga niet naar de boer. En in Schinnepuur, daar hou ik, ja, er is natuurlijk veel lui kennen, onder andere ook een familie uit Haarlem. En er waren een keer de Zwarte Bende, dat waren een groep die probeerde onderdukkers op te zoeken, die worden ook eens geweest. En toen ben ik een paar dagen vlug, heb ik op Walemer in de bos gelegen. En een van die toeristen, die maakte smeurs altijd de wandeling en die vond mij toch. Dan zag hij, je bent een onderduiker, hè? Zegt hij. Ja, ja, ze zegt natuurlijk, nee, dan kom je erbij. Nou, zeg, je hoeft niet bang te zijn, ik ben van de ondergrondse van Haarlem. Hier heb je mijn kaartje. Als je een keer geraad weet, kom je naar mij toe. Daar kent je niemand en ik kan je helpen. En zodoende, 14 dagen voor de bevrijding, toen ik toen op de zolder zat en ik was geen kant doet, alles ging naar de schuurkelder, ik zat daar op zolder. En de bier drinken enzovoort. En ik had binnen niks te eten. Ja, en van toes met eten, ja, die hadden natuurlijk ook binnen niks. Dat ging allemaal, dat zat me zo weer. En toen heb ik gedacht, ik ga eens naar het noorden. Toen had ik een onderduik en dan een Hollands geleerd. Dat is dan de primitiviteit van leven. Dan. Dus dan ik kom uit de berg. Dat was natuurlijk toch een luxe leven. En dan op die plaats weer geweest, zus in Schinnepuur, waar ik pensioengast was. Hè. Dat is even een paar ontzettende schone weken geweest. Dat was echt vakantie. Hè. Maar ja, door de hand weer op de zolder. En toen in Holland, door de eerste paar weken, woest door de hongerwinter. En toen ik terugkwam, toen wist niet eens wat een hongerwinter was. Hè. Nee, wat nee. Ik daar heb moeten doen. Enfin, ik heb zo'n grote tulpenbullen gegeten en enfin, noem maar op. Dat is een gans verhol op zich. Wat, was een, ja, al die dingen bijeen, best geleerd in belangrijke jaren van hun jeugd, heb ze zo primitief geleefd, dat ze, en doordat ze niks had, handig geworden enzovoort,
En dat speelt een gans leven door. Hè. Ja. Later heb ik allerlei dingen, alles heb ik willen doen. En ik wou ook alles doen. Ik heb een enorm geluk gehad. En ik ben in ieder geval niks gecontroleerd op een persoonsbewijs. Ik had een persoonsbewijs, mijn eigen persoonsbewijs vervals. Hou een foto opgezet van een zus van me met vlechten. En als ik dan met lang haar leef, dan liekende ik doorsprekend op. Hè. En mij ben toch tientallen keren gecontroleerd op. En iedere keer, ja, het neem is het gemerkt. Ja, dat is eigenlijk, als ze dat niet op Smit gemaakt, dan kan ze eigenlijk niet vertellen wie dat is. Altijd op de tenten zijn, dat ze die gaan oppakken. En de wits, en zeker als vrouw rondlups, dat ze zich meteen neerschieten enzovoort. Ja, dus, ja, het is zo dat ze dus heel veel, wat de meeste geen tijd voor hebben, is voor te denken. Ze hebben zoveel gepakkezeerd en gedacht en ja. Ook in de hongerwinter dan hoorde ik zeg maar, dat er was altijd een dingetje. En daar wordt dan te be alert op zin. En elk moment kon ze de politie niet arresteren. En dus best 3 jaar lang ben ze toch bezig geweest met overleven. Toen ik in Holland, met een verjaardag van mijn 20 jaar, toen heb ik toch in mijn dagboek geschreven, wat moet het geweldig zijn om 24 jaar te kunnen gebeuren. Want zo vast wordt en overtuigd dat ik dat niet zou overleven. Als je zo'n jeugd gehad hebt, de leerste wat het leven weert is. Ik heb kinderen over een gesprek gehad enzovoort en in de tijd of die drugs opkomen. Hè. Toen heb je gezag ergens vader, zeg, als hij ooit eens met zwakheid begint, dat is het einde van mijn betrekking met hem. Ik heb zoveel moeten doen om te overleven, dat ik weet dat het leven weer is. En als iemand met opzet begint met zijn leven te vernietigen, dat zal ik nooit vergeven, zal ik ook nooit meer omkijken, naar zo iemand dat deed. Hmm. En dat heb ik, dat leer ze dus. En als een aantal jaren zo moest vechten eigenlijk om het leven, ja, te kunnen blijven leven. Ja, en te kunnen blijven leven. Ja. Nou, het was een fantastisch verhaal. Dit is eigenlijk oneindig, dit verhaal. Maar nu moeten we er toch een einde aan maken. En ik hoop dat we ons nog geld zullen treffen. Ja. Dank u. Ja.